Goedemorgen. Goedemorgen. We zitten al midden in het weekend, waarvoor sorry. Maar, leuk dat je kijkt. Het goede nieuws is, ik heb 50.000 woorden bereikt. 50.000 van deel 3. En ik moet naar 60. En mijn deadline ligt op 8 maart. Dus I'm in a good place. Dat wou ik zeggen. Tietzaad. Ja, dat is niet zo leuk om te vloggen. Dus dat schiet er dan een beetje bij in. Sorry daarvoor. Maar nu ga ik een leuk receptje maken. Want Smarty Marty de cameraman heeft iets op internet gevonden waar geen bloem en geen suiker aan toegevoegd wordt. En nu is het zondag en we hebben eigenlijk wel zin in iets bij de koffie. Ja. Maar we willen niet ongezond doen. Oh, jammer hè. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, dat stond er ook bij en dat wist ik al. Het is met dadels en die zijn wel calorierijk. Dus als je echt gezond eet om af te vallen, dan zou ik iets anders bedenken. Maar wij doen het gewoon voor het gezonde eten en het afval is een bijkomend aangenaam verschijnsel. Oeh. Ik heb nog steeds mijn broek niet aangedaan. Hè? Nee. Dus, en dan is dit wel een goed receptje. Je loopt de hele dag zonder broek. Wat zegt u? Je loopt de hele dag zonder broek. Ja, nee, ik bedoel, gepast. Ja, ik snap je wel. Ja, ja, ja. Maar ja, als je notenmeel neemt, dan wordt hij nog zwaarder. Dus ik heb havermout genomen. Havermout vlokken. En die doe je dan even in dat molentje fijn malen. En dan krijg je een soort meel. Dit is een half receptje, want anders eten we de hele week die koek. En dat is nou ook weer niet de bedoeling. Oh. Dus in plaats van 400 dadels heb ik 200 dadels laten weken in gekookt water. En dat schiet je dan af. En ik heb in plaats van 200 havermout... Nee, in plaats van 150 havermout, 75 havermout. Dat is heel licht, hè? Dus dat is best goed. En 25 chiazaad in plaats van 50. En 50 walnoten in plaats van 100. Dus ik zal het nog wel even op mijn site zetten. Ik weet niet van wie we het gejat hebben. Er staat niet eens een plaatje bij, hè? Dus ik weet het is Dan als smaak. Een of andere dieetfiguur of zo. Oh, vandaar dat er ook bij stond dat je er niet van afvalt. Nee. Nou, als smaakmakers heb je vanille, extract, geen essence, een koffielepeltje en een koffielepeltje kaneel. En daar stond ook nog bij een koffielepeltje cacao, maar dat heb ik niet. Cacao. In plaats daarvan, nee hoor, niet in plaats daarvan. Ik doe er een beetje boter bij, omdat ik gewoon vind dat hij goed moet plakken. En dat is ook lekker, hè? Boter is lekker. Nou, plakken is lekker. En Agatston van South Beach zegt altijd, boter is het voertuig, dus... schroom niet om er wat echte boter bij te doen. Dus, nou, daar luister ik natuurlijk naar. Heel graag. Ik ben een fan van boter. Vetklep ben jij. Een vetklep. Zo ken je alweer. Lekker dan. Wacht, ik doe dit ook even hierin. Zit ik nu te denken. Want die dadels die zitten al een poos in de koelkast. Want die hebben we natuurlijk zeker 2 maanden niet gegeten. En dan zijn ze wel een beetje hard geworden. Maar ze blijven altijd goed hoor, want ze zijn al gedroogd, hè. Dus dan maak ik ze iets kleiner. Zo. Ja. Wow. Zo gedaan. En dan mijn fabuleuze spateltje. Van Tupperware. Toen Tupperware er nog was. Het is dan wel Tupperware, toch? Ik heb gehoord dat sommige mensen het weer doen, ja. Nou, dat weet ik niet, maar het bestaat nog wel. Alleen niet meer in Nederland, geloof ik. Nou, ik geloof dat er mensen zijn die het nu via internet wel weer aan de man brengen op de een of andere manier. Maar niet meer via parties. En dat was natuurlijk wel, nou eerlijk zijn, we hadden er allemaal een hekel aan als ze vroegen, maar uiteindelijk was het altijd wel leuk. Ja. Oké, een beetje koffielepeltje vanille. En een koffielepeltje... Kaneel. Kaneel. Schaal 1 op het oog. Nou, dat is zeker een koffielepeltje. Ja? Ja. Oh, nou ja. Als jij straks denkt, gatsie, wat veel kameel, dan is het mijn schuld. Ja. Dat is altijd wel het leuke bij wat we hier in de keuken doen. Als jij het niet lekker vindt, kun je mij de schuld geven. Ja, dat zal ik zeker doen. Maar dat doe je bijna nooit. Ik maak altijd... Ja, geef je altijd de schuld als het lekker is. Ja, met veel vertrouwen maak ik het voor jou. Want het is zelden negatief, het commentaar. Dit is je hebt wel eens vaker een dadeltaart gemaakt. Ja,
Zeker. En in dit recept stond ook dat je kokos bovenop moest strooien. Maar die heb ik dus ook niet meer. Want daar was kokos bovenop, hè? Maar ja. Ik moet wel zeggen, daar zaten koekjes bij om het te binden. Biscuitjes. In plaats van havermout. Ja, digestives. En ja, daar zit gewoon suiker in. Niet veel, maar wel wat. En ik had een beetje me voorgenomen. Het is geen hard voornemen. En het staat ook nergens zwart op wit. Ik heb er niet voor getekend. Suikervrij in januari. Proberen. Dat is gelukkig bijna voorbij. Nee, we willen proberen tot aan Spanje. Wij gaan naar Spanje, hadden we dat al? Oh ja, dat ja, al. Ja, ja, ja. We hebben zelfs gezongen met Ruben, hè, Rupje. Naar Spanje, naar Spanje. Spanje. Maar in ieder geval tot Spanje, aan 21 maart, want dan vliegen wij. Willen we, ik vooral, hè. De cameraman doet dan altijd. Ja, jij wil er in je bikini passen. En jij niet mag. Ja, ja. Ik wil in mijn bikini passen en ik wil tot die tijd geen suiker nemen. En weinig vet, weinig alcohol, weinig koolhydraten. Ik kan gewoon een nieuwe bikini kopen natuurlijk. Kan ook, maar eerlijk gezegd, dames en heren. Nou, het plakt heel goed hoor, mochten jullie zo. Ja, zeker. Het is een prachtige bal. Als wij dit niet doen, ik ben meer nog een Bourgondier dan Marty. Ik heb hem erin meegetrokken. Van huis uit ben ik dat. Ja, ik ben eigenlijk van huis uit heel mager. Nou, best wel, ja. Niet, we kunnen niet zeggen overdreven. Ja, ik kan wel overdreven, maar op andere vlakken. Ja, dat zeker. Maar in ieder geval, het lijkt een beetje op volgevoer eerlijk gezegd. Ja. Maar goed, als wij dit niet zouden doen, dit gezonde eten in het begin van het jaar, dan groeien we dicht. Dat is gewoon zo. Het is een heel klein dunne kopie. Ja. Want dit moet dus nog drogen of zo? Maar dat zou je in de koelkast kunnen zetten om op te stijven. En weet je wat nou het verhaal is? Die kokos die maakt dan dat je dat het niet meer zo plakt. Maar ik ga het anders oplossen. Ik ga een soort balletje maken en die kunnen we dan gelijk bij de koffie nemen. Is dat een idee? Nou ja. Dus het is kant en klaar ook allemaal nu. Ja, het is no bake noemen ze dat. Een beetje kaneel erop doen. Normaal zou je dan iets poedersuiker nemen of iets. Het is gewoon gezonde gehaktballetjes eigenlijk dit. Ja, zoiets. Iets poedersuiker of ja, stevia kan je ook nemen, maar ik vind als je zoveel doet. Je kunt stevia niet gebruiken als poedersuiker, vind ik. Het heeft toch een beetje, hoewel het uit de natuur komt, toch een beetje een chemisch smaakje. Ik vind gezond helemaal oké, absoluut. Maar het moet niet zo zijn dat je iets zit te knagen waarvan je denkt, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet lekker, maar het is gezond. Ja, dat kun je beter niet nemen. Toch? Dan neem ik wel een wortel, ook zeggen, maar die vind ik ook lekker, dus ja. Ja, nou, dat is dus nu weer fijn. Die drie groenten die een te hoog natuurlijk suiker hebben, biet, wortel en mais, die kunnen nu gewoon weer. Dus wij nemen nu even deze bij de koffie. Oké? Ja. En dat ga je wegzetten. Dat gaan we ook nog even filmen, hè, hoe we dat vinden. Oh. Ik ga nu eerst even koffie zetten. Hey, er zit nog een voordeel aan het feit dat we niet meer zo erg in de lockdown zitten. Wat dan? Ja, dat wou ik aan jou vragen eigenlijk. Dat we uit eten mogen? Ja, ook. Dat is ook leuk. We hebben al een afspraak gemaakt. Ja, maar er is nog een voordeel. Want? Want? Je mag weer met meer mensen bij elkaar. Oh, ja. Workshops geven. He. Nou, ik denk overal dat toe daar. Je moest ook altijd alles voor zeggen. Nee, nou jongens, ja. Het je, mag gaat weer. Je gaat weer workshop. Je gaat weer workshop. Wij hebben twee workshops alweer geboekt. Griekse, en die heb ik nog nooit gedaan. Ik heb natuurlijk wel ontwikkeld en alle recepten voor uitgeprobeerd en ontwikkeld. Maar ik heb hem nog nooit live fysiek gegeven. Dus daar ga ik eerst een proefje voor doen komende maandag en dan. In februari zijn er twee geboekt. Nou, kijk dus dat aan. Is heel leuk. Ik denk dat Smarty Marty, als hij lief is, nog wel even het filmpje ertussen wil zetten. Alweer? Ja, even een beetje promo maken. Oh, wij hebben namelijk... Nou, ik zet er wel een linkje op. Die heerlijke dames uit Elspeet en Nunspeet gehad. Dat was heel gezellig. Dat heerlijke kwam dames? Via de vlog. Ja, dat was echt heel leuk. We waren hele leuke dames. Heel gezellig. Oh, oké. En nu gaan we even koffie zetten. En dan zullen we even zeggen hoe het koekje smaakt. Leuk, hartelijk welkom. Ik ben Brenda. En ik ben Ella. En samen hebben wij bedacht koken bij Brenda met Ella. Ella en ik kennen elkaar al een tijdje. En op een gegeven moment zijn we rond de tafel gaan zitten
om te bedenken of we iets leuks konden vinden, wat leuk om te doen is met familie, vrienden of bekenden. En we kwamen uit bij de kookworkshops. We zijn namelijk allebei gek op koken, maar ook op eten en drinken. Een kookworkshop in Brenda's geweldige keuken gaat je leren 5 gerechtjes in 90 minuten. Brenda kan 6 tot 10 mensen kwijt in haar keuken. 5 verschillende thema's kan je uitkiezen. Wat dacht je bijvoorbeeld van Ciao Bella Italia? Je gaat dan zelf pasta maken. Of we hebben de lekkere, lange, luxe lunch. Daar maak je je eigen broodjes. Dat zal je ook niet iedere dag doen. Maar wel op een manier die je later thuis goed kunt herhalen. Als de 5 gerechtjes klaar zijn, ga je naar de bovenzaal. En onder het genot van een goed glas ga je het gezellig samen opeten. Wat ook leuk is, is dat we de recepten meegeven. Kleinigheidje zit daar ook bij. En eventuele leftovers, zodat je er thuis nog lekker van kan nagenieten. Dus wat let je? Ga naar onze site, bekijk de mogelijkheden, bedenk een groep met wie je dit samen gaat doen. We zullen je een onvergetelijke avond bezorgen. Hartelijk welkom. Nou, wat vind je ervan? Ik ga het nu proberen. Oh. Ja? Heerlijk zoet. Ja, absoluut. Ik verwachtte het iets vaster, moet ik zeggen. Dat kan ook, als je het in de koelkast zet. Dan schrijft het weer wat op. Oh, dat hoeven we dan even. Het is nu net gemaakt. Maar ik weet dat de mensen thuis het altijd heel leuk vinden als je het ook even proeft. Oh. Ja, ik vond hem wel heel lekker. Geen graadmeter. Maar hij mag van mij wat steviger. Steviger. Ik heb de noten niet gemalen, maar iets grover gelaten. Vind ik wel lekker. Okay. En die zaadjes, ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik weet ook helemaal niet waarom ze gezond zijn, chiazaad. Maar het is wel heel lekker. Ja. Zo'n knappertje erin. Precies. Dus jongens, het lijkt op vogelvoer, maar het is echt wel lekker. Je gaat er ook van fluiten, hè? Ik kan niet fluiten. Nou, dan is het aan jou niet besteed. Ik heb mijn mond vol, sorry. Jongens, dames en heren, heel hartelijk dank voor het kijken. Dit was een korte sessie. Een leuk receptje, denk ik. Joost mag weten waar vandaan, maar dat zijn vaak de beste. En, ik wens jullie een hele fijne week. En tot volgende week. Doeg! Doeg.